Is dit Giovanni van Bronckhorst uiteindelijk een paar dagen voor de bekerfinale perfect hoe die wedstrijd verloopt voor jou? Ja, zeker. Ik denk dat wij hier zijn gekomen om de wedstrijd te winnen en ons te plaatsen voor Europees voetbal via de competitie. Ik denk dat de manier waarop stelt mij ook tevreden. Ik denk dat we grote delen van de wedstrijd hebben gedomineerd en hier dik verdiend winnen. En dat je uiteindelijk met een 5-1 overwinning teruggaat naar Rotterdam. Je geeft ook deze avond de nodige spelers natuurlijk een kans, hè, om zich te laten zien. En er zijn ook de nodige spelers daarvan die kans wel hebben gepakt. Ja, ik denk dat, dat het de jongens die niet vaak hebben gespeeld de laatste weken, die hebben het goed gedaan. Dylan uitstekend gespeeld, mooie goals, goede loopacties, altijd aanspeelbaar. Je ziet dat we met hem in het elftal ook makkelijk kunnen doorvoetballen. Nou, Tapia en Amrabat centraal op het middenveld met Tony vond ik vandaag ook heel goed gaan. En Erik natuurlijk na lange tijd weer centraal achterin. Dus al met al ben ik wel blij met hoe jongens dat ingevuld hebben. Ik hoor eigenlijk al wekenlang over AZ. Die spelen zulk mooi voetbal, zulk goed voetbal. En dat is vaak ook waar. Maar bijvoorbeeld bij jullie vandaag, de 0-3... Nou, dit Feyenoord heeft ook wel wat voetbal in zich. Ja, maar ik denk dat we dat een aantal keer hebben laten zien. Je ziet het vermogen wat we hebben. En volgens mij is heel de aanval was één keer raken. En dat is natuurlijk je ziet dat je met zulk spel een tegenstander het heel moeilijk kan maken. En dat zit in de ploeg. En hoe langer je dat volhoudt in de wedstrijd, hoe makkelijker je wedstrijden kan winnen. En ik denk dat het vandaag een wedstrijd is geweest waarbij we 5 keer scoren, maar het had ook 8 of 9 keer kunnen zijn. Ik wil nog 2 dingen aanstippen. De eerste is in de warming-up valt Berghuis uit. Jullie melden al, het is uit voorzorg. Wat is er precies? Ja, Steven had gisteren al wat last van zijn enkel. Heeft wel gewoon kunnen trainen. Heeft daar geen reactie op gehad. Enkel is ook niet dik geworden, maar uiteindelijk vandaag in de warming-up eigenlijk tot aan het afwerken was het goed. En uiteindelijk met het afwerken voelde hij hem nog heel licht. Twijfelde ook of hij wel moest starten en daarom ook de beslissing genomen om hem eraf te halen. Zondag geen probleem? Nee, dat verwacht ik niet. Nee. En tenslotte, op social media krijg ik heel vaak de vraagsuggestie of ik hem aan jou wil voorleggen. Waarom Bilal Bastasikoglu opnieuw de kans krijgt? Bij heel veel supporters ligt hij toch wel onder vuur. Is hij vaak de gebeten hond? Ja, kun je het toelichten? Kun je antwoord geven? Waarom blijft hij kansen krijgen? Nou ja, hij heeft natuurlijk een aantal kansen heeft hij gepakt. Ook een aantal kansen niet. Natuurlijk met wat mindere optredens. Maar uiteindelijk is het wel iemand die zijn specifieke kwaliteiten heeft. Dat zie je vandaag ook met zijn snelheid. Fantastische goal die hij maakt. Maar ja, uiteindelijk mis je ook een heel veel spelers. Waardoor je selectie moet aangrijpen. En ik vind dat hij vandaag in fases van de wedstrijd dat behoorlijk gedaan heeft. Ja, en Hansson is voor een basisplaats nog niet ver genoeg ook. Nee, maar je ziet natuurlijk ook door de uitslag heb ik ook wat vaker kunnen wisselen en sneller. En ook jongens kunnen laten spelen die normaal niet spelen.